Daniel, vandaag heb je weer open dag in, in je atelier hier. Wat gaan de mensen te zien krijgen? Nou, het was eigenlijk niet bedoeld als open dag. Het was eigenlijk meer bedoeld als een soort gezellig samen zijn. Dus met een kopje koffie en thee en misschien een wijntje en een biertje erbij. Maar het is een beetje een soort open dag geworden, geloof ik. Iedereen denkt dat het een open dag is. Maar het was meer eigenlijk bedoeld als gewoon gezellig treffen, zeg maar. Dus het belangrijkste is de verbindingen tussen de mensen. Is het ook de start van weer een nieuw seizoen, zeg maar? Ja, precies. Met nieuwe cursussen ook? Of, ja, de cursus gaat beginnen in september. Dan heb ik nog een nieuwe workshop. Dat is de sporing. Oh. En dat is een combinatie tussen verschillende materialen die je op het doek giet. Net zoals bij acrylgieten. Alleen ja. Ga je dan met föhnen aan de slag. Dus dan föhn je door het doek heen. En krijg je een beetje mooie resultaten met een witte achtergrond. Ik heb daar wat voor. Die ligt trouwens op tafel. Anders moet je dat nog even bekijken. Oh, leuk. Ja, ja. De andere cursussen starten dan ook? Of de gebruikelijke die jij geeft? Ja, die starten. Hele rits, zeg maar. Ja, dat in 5 lessen. Mm-hmm. En de losse cursus of workshops, die kunnen mensen gewoon op de website bekijken. Daar zijn allemaal losse datums, daar kunnen mensen zich voor inschrijven. En om de mensen een idee te geven van wat kunnen ze verwachten? De gebruikelijke. Voor de cursus gaan we met mixed media aan de slag, dus verschillende materialen. We gaan bijvoorbeeld werken met spiritus, wat je op het doek giet, met als gevolg dat je hele mooie effecten krijgt. Structuren waar je weer met allemaal laag voor laag op gaat werken. En in de les is het ook gewoon belangrijk dat mensen van elkaar ook leren. Dus dat de een doet dat en de ander dat en dan kijken ze bij elkaar. En zo leer je ook van elkaar. Dat is eigenlijk een beetje de insteek.